www.d66.nl/webshop. Kijk. Maar goed, ik geloof dat ik nu... Dank meneer Paternotte. Ja. En dan geef ik het woord aan de heer Klaver. En hij zal spreken namens GroenLinks en de PvdA, heeft hij aangegeven. En daarna schorsen we even heel kort. Ja. Ja, na de heer Klaver. Gaat gewoon, meneer Klaver. Ik zit nog te denken aan die 66 euro. Volgens mij meerdere mensen met mij. Misschien hebben we nog misschien een aardig dekkingsvoorstel voor al die plannen die wij die we hier hebben. Het levert volgens mij aardig wat op. Voorzitter, vandaag spreek ik hier voor de 9e keer bij de politieke beschouwingen. En toch voelt het vandaag ook weer als de eerste keer. Want vandaag mag ik hier spreken mede namens de Partij van de Arbeid. En het is een volgende belangrijke stap die wij zetten in de weg die we zijn ingeslagen om samen te werken. En dat zal misschien een klein beetje wennen zijn hier in het parlement. Meestal beginnen we het politieke jaar met nog een extra fractie. Maar nu zie je dat we hebben gezegd, wij gaan samen deze verkiezingen in en we gaan dan gelijk ook samen opereren als één fractie. En ik ben ongelooflijk trots en ik vind het heel eervol dat ik hier mag staan. En ik ben er vooral heel trots op dat we het met z'n allen voor elkaar hebben gekregen, dat na jaren lauwe kopjes koffie drinken, dat gaat echt een keer vervelen, kan ik u zeggen, deze partij de moed hebben gehad om door te pakken. En te zeggen, er is iets wat van een groter belang is dan ons eigen politieke belang of alle individuele belangen van de mensen die bij deze partijen betrokken zijn. Wij willen dat er een doorbraak komt in Nederland. En het is ons gelukt. Terwijl heel veel mensen zeiden, dat gaat nooit gebeuren. Met andere woorden, het kon niet totdat we het deden. De heer Wilders, PVV. Ja, voorzitter, zou ik de heer Klaver mogen vragen of hij er ook trots op is dat uw partijleider, de heer Timmermans, met wachtgeld campagne aan het voeren is. Heer Klaver. Ik verwacht dat mijn collega Timmermans de komende tijd, zeker van Geert Wilders en collega's ter rechterzijde van die Kamer, de maat zal worden genomen op allerlei mogelijke manieren. Dat is het lot wat hem nu ten deel zal vallen, een lot wat eerst Sigrid Kaag ten deel viel. En ik heb daar een mening over, ik vind dat niet juist, maar we leven in een vrij land en als u dat wil doen, moet u dat doen. Maar door over wachtgeld te beginnen, raakt u niet alleen Frans Timmermans. Zeker. Klopt. We zijn allemaal passanten hier in de politiek. En velen van ons die hier zitten, komen straks niet terug na de verkiezingen. Wachtgeld is bedacht, of nou leuk vinden of niet, dat als je stopt met je baan in de politiek, dat er een vangnet is. En door Frans Timmermans de maat te nemen, neemt u straks ook uw eigen collega's de maat. Want als mensen niet terugkeren bij u op de lijst, eist u dan dat ze hun wachtgeld niet accepteren? En van al die andere collega's die hier zitten, dus ik zou ze willen zeggen, wees voorzichtig met al dit soort politieke aanvallen, omdat ze namelijk niet Frans Timmermans beschadigen wat hij wil doen, maar de democratie uithollen. Nee, voorzitter, de heer Timmermans, ik vind het echt ook heel raar dat de Partij van de Arbeid zelf het woord niet voelt, maar goed, dat moeten ze zelf weten. De heer Timmermans verdient 3 ton. 3 ton, dat is iets wat volgens mij 2-3 Kamerleden bij elkaar misschien nog net verdienen, en dat verdienen wij goed. Dus dat is een excessief salaris. En ik zie een brief van iemand in de krant, Telegraaf was het geloof ik, de heer Ton Hoogduin. Ik mag zijn naam noemen, want hij staat in een brief in de krant. En hij schrijft, nadat hij zelf is opgestapt als eurocommissaris, krijgt Frans Timmermans een idioot, riante wachtgeldregeling van de Europese Unie. Als een gewone arbeider zelf ontslag neemt, krijgt hij of zij geen uitkering. Timmermans, die vorig jaar nog een salarisverhoging kreeg, gelijk aan een gemiddeld maandsalaris van een arbeider, houdt zich niet aan de socialistische beginselen, hoe hypocriet. En de meneer heeft natuurlijk gelijk. Als je 3 ton verdient, 3 ton, en je stapt niet over je schaduw heen en je zegt, nou, totdat ik dadelijk Kamerlid word, en of we nou leuk vinden of niet, als je nummer 1 staat op de Partij van Arbeid, maak je nog steeds een redelijke kans om gekozen te worden tot Kamerlid. Het is niet meer wat het was, maar je maakt nog steeds een redelijke kans. Dat hij dan niet de trots heeft. Dat is ook het verschil met alle andere Kamerleden. Dat hij niet de trots heeft om te zeggen, ik verdien 3 ton. Ik heb jarenlang 2-3 ton verdiend. Ik ga nu voor die paar maanden, tot ik in december beëdigd word, ga ik gewoon, zonder wachtgeld van de belastingbetaler, ga ik gewoon door met mijn eigen geld om die paar maanden te overbruggen. Hij weet dat het maar een paar maanden zijn.
Dit is toch nepsocialisme? Dit is toch de gewone arbeiders die niets krijgt en zelf met 3 ton jarenlang gekregen niet eens een paar maanden kan overbruggen? En vindt hij dat? Vindt u dat terecht? En zegt u dat ook namens al die achterban van u? Ik kan het me nauwelijks voorstellen. De heer Klaver. Voorzitter, ik blijf erbij. Er zijn hier straks heel veel mensen die wachtgeld krijgen. Uw eigen collega's die om allerlei redenen uit uw fractie zijn gestopt. De ene wat fraaier dan de ander. Die wachtgeld gebruikte. Als u vindt dat een politicus dat niet mag gebruiken, of het nou gaat over als iemand wethouder is geweest in Rotterdam, of als iemand hier Kamerlid is geweest of eurocommissaris, kom met een voorstel om het af te schaffen. Heer Wilders. Voorzitter, ik zie dat de heer Klaver het verdedigt als een boer die kiespijn heeft. Het zit u niet lekker. U moet uw nieuwe partijleider hier verdedigen, maar u straalt uit met allemaal jijbakken. Dat u het ook niet lekker vindt. En ik zeg u net, die jijbak geldt niet op. Want de heer Timmermans weet al, ja, u kunt zenuwachtig staan lachen, maar heel veel mensen die dit zien, die vinden dit heel serieus. Ik ben een arbeider, ik ben werkgewoon ergens bij een winkel. Ik heb misschien Partij van de Arbeid of GroenLinks gestemd. En ik verdien misschien 2.500 euro per maand. En als ik ontslag neem zelf, dan krijg ik niets. Dan krijg ik van het UWV het verhaal, u heeft ontslag genomen, meneer of mevrouw. U krijgt niets. U kunt naar de bijstand en u kunt uw huis opeten. Nou hebben we hier in één keer een Partij van de Arbeid lijsttrekker. Die weet, en dat is ook het verschil met alle andere Kamerleden, die weet dat die voor 99% kans hier op 6 december dit jaar weer wordt beëdigd als Kamerlid met het salaris wat erbij hoort. Die de afgelopen jaren tonnen heeft verdiend. De laatste moment zelfs 3 ton salaris per jaar heeft verdiend. En dan niet eens het beetje socialistische fatsoen in zijn pink heeft om te zeggen, die drie, vier maanden, vraag ik geen wachtgeld en ga ik het gewoon doen. Ik vind het een schande. Ik vind het een deconfituren van die hele Partij van de Arbeid achterban. En u verdedigt dat als een boer de kiespijn heeft. En ik zou u nog een keer willen vragen om een beroep te doen op de heer Timmermans. Want zo kan je toch geen campagne beginnen om te zeggen, lever dat in, dat wachtgeld. In december krijg je je salaris, nu niet doen. Je zet je partij, de Partij van de Arbeid, die vandaag niet eens meer het woord wil voeren, totaal verschut. Heer Klaver. Voorzitter, dat wij hier samen spreken is een teken van kracht. Dat op de allereerste keer, en ik zou het hier meer partijen toewensen, dat er beter wordt samengewerkt. Ten tweede, u kunt hier wel mij van alles gaan verweten bij een interruptie die is ingestuurd, zodat u daar straks een mooi filmpje van kan gaan knippen, dat ik hier allerlei jijbakken sta uit te delen. Maar ik probeer hier iets uit te leggen, ook wat een democratisch principe is. That's it. En ik ga Frans Timmermans helemaal niks vragen. Dus behalve dan, ga goed campagne voeren. Zorg ervoor dat we de grootste worden op 22 november. Dat verandering hier in Den Haag mogelijk wordt. Mevrouw van der Plas, BBB. Dank u wel. Kijk, wat Timmermans met zijn, of de heer Timmermans met zijn wachtgeld doet, dat moet hij natuurlijk zelf weten. Ik kan niemand dwingen dat op te geven. Maar de heer Klaver, die zegt hier van, ja, Kamerleden krijgen ook wachtgeld. Maar het verschil is natuurlijk dat de heer Timmermans met wachtgeld campagne gaat voeren voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daar zit wel een beetje, dat is natuurlijk wel een verschil. En de heer Timmermans zou er natuurlijk ook voor kunnen kiezen te zeggen van, ja, dat vind ik dan niet helemaal oké, dus dat ga ik dan maar niet doen. Maar goed, dat is aan de heer Timmermans. Ik zal hier niet eisen van, zeg het hem en dat mag niet. Maar het zou natuurlijk, dat is wel een verschil met een wachtgeld voor een Tweede Kamerlid. Want die gaat inderdaad zijn baan opzeggen. Die komt in de Tweede Kamer. Hè, om, nou ja, zo noemen ze dan het land te dienen. Ik vind het wat hoogdravend klinken, maar dat wordt dan eigenlijk zo gezegd. En dan krijg je wachtgeld. Nou, dat is wel wat anders dan dat je de campagne mee gaat voeren. Voor een andere baan in de Tweede Kamer. Vindt heer Klaver dat ook niet een klein beetje? Nee, vind ik niet. Okay. U vervolgt uw betoog. Dank, voorzitter. Ik sloot net af met dat ik zei over onze samenwerking dat daar altijd van werd gezegd, het kon niet, totdat we het deden. En als er iets is dat mij altijd heeft gedreven, dan is het wel dit. Dat je met verbeeldingskracht, doorzettingsvermogen en geduld zaken in de politiek voor elkaar kan krijgen. En dat is altijd de basis voor vooruitgang geweest. Altijd. Neem de afschaffing van de kinderarbeid. Thorbecke liep er niet warm voor. De liberale minister Cornelis Fok al helemaal niet. Die duwde terug. Het is privaat initiatief. Laten we niet te veel ingrijpen in die markt. Het moest aan zijn natuurlijke loop worden gelaten. Maar het waren progressieve voortrekkers als Samuel van Houten die doorzetten. En in 1874 werd de afschaffing een feit via het befaamde kinderwetje van Van Houten. Het kon niet, totdat we het deden. Of neem de volkshuisvesting. Te veel overheidsbemoeienis.
klonk het begin 20e eeuw vanuit rechtse kring. Dat moeten we niet doen. Laat het aan het particuliere initiatief. Het is allemaal niet nodig. Maar het waren grote sociaaldemocraten zoals Flor Wibaud die het gewoon gingen doen. En dankzij hun politiek idealisme ontstonden de mooiste wijken van hun tijd en eigenlijk nog steeds van deze tijd. De Spaarndammerbuurt in Amsterdam is misschien wel een van de mooiste woningbouwprojecten ooit. Het kon niet, totdat we het deden. En laat ik hier niet de openstelling van het burgerlijk huwelijk vergeten te noemen. Voor stellen van het gelijke geslacht. De toenmalig fractieleider van de VVD, Frits Bolkestein, die vond het niet zo'n goed idee. Die maakte zich zorgen over wat het zou betekenen voor de positie van Nederland in de wereld. We zouden de risée van de wereld kunnen worden. Maar gelukkig waren er mensen die doorzetten. Denk aan de oud-collega van D66, Boris Dietrich, maar ook Mieke van den Burg van de Partij van de Arbeid en vele anderen. Zij zetten door. En aan het begin van deze eeuw werd het een feit en kwam het homohuwelijk er. Het kon niet, totdat we het deden. En wat zijn we daar nu ongelooflijk trots op? Er zijn voorbeelden te over. De 8-urige werkdag. Het Rijksvaccinatieprogramma. De AOW voor alle Nederlanders. En van recenter datum in Europa. Een Green Deal. De Europese Natuur- en Herstelwet. Het kon allemaal niet. Totdat we het deden. En ik ben ervan overtuigd dat we vanuit die gedachte hier politiek moeten bedrijven. Door grote doelen te stellen. En bereid te zijn vastberaden elke kleine stap op weg daarnaartoe te nemen. En ik hoop dat deze algemene politieke beschouwingen daar een aanzet en een beginpunt voor zijn. De vraag is dus, laten we ons hier door een demissionair kabinet morgen vertellen wat er allemaal niet kan. Zoals de minister-president er al een klein voorschotje opnam gisteren. Of nemen we als Kamer het initiatief? Gaan we ervoor zorgen dat er, als er wordt teruggekeken op deze beschouwingen, kan worden gezegd, ze deden het toch maar. Want voorzitter, we hebben iets goed te maken. Wij allemaal. Veel mensen zijn het vertrouwen verloren dat de politiek een plek is waar we zaken voor elkaar krijgen. Mensen zijn gewend geraakt aan een politiek van de onmacht. Aan een politiek, en ik zeg het Joop den Uyl na, die het stuur van de samenleving uit handen heeft gegeven. Want die onmacht die is niet uit de lucht komen vallen. Het is geen natuurverschijnsel of het gevolg van een wereld die zo snel verandert dat we haar niet meer kunnen bijbenen. Het is te wijten aan de politiek zelf die zich onmachtig heeft gemaakt. En deze tijd, voorzitter, die vraagt juist om het tegendeel. Om een politiek die plant, die organiseert, die vooruitkijkt. En dat gaat niet zonder een sterke overheid. Maar nog te vaak zien we het tegendeel. Decennia privatiseren, liberaliseren, uitbesteden en deskundigheid inleveren hebben ervoor gezorgd dat we nu een onmachtige overheid hebben. De overheid als een huis dat te lang is verwaarloosd. Ja, we kunnen erin wonen, maar het tocht enorm. De verf bladdert van de muren en het meubilair is teruggebracht tot het absolute minimum. Heel veel zaken krijgen we niet meer zelf voor elkaar als overheid. Het ontbreekt aan verbeeldingskracht, aan organisatiekracht. En dat proberen we te maskeren door met zakken geld te smijten of door diep in de buidel te tasten voor extern advies, vorig jaar alleen al. 2,7 miljard euro aan interim managers, regisseurs, coaches, consultants. En in hun geschiedenis van het neoliberalisme in Nederland gebruiken Marijn Oudenamse en Bram Mellink de treffende metafoor van een holle staat. En die holle staat die heeft twee gezichten. Aan de ene kant is het een overheid die simpelweg niet meer de middelen in huis heeft om het algemeen belang vorm te geven. En laat ik dat illustreren aan de hand van het oude ministerie van Volkshuisvesteling, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ooit een machtig en groot ministerie hier in Den Haag. Ooit waren daar stedenbouwkundigen in dienst. Het had de beschikking over eigen ontwerpateliers. De tekentafels van Nederland, waar de toekomst werd uitgetekend, stonden letterlijk in de ministeries van de overheid. En in 2010 werd dat ministerie opgeheven. De tekentafels belanden in de vuilcontainer. Stedenbouwkundigen konden op zoek naar een andere baan. Het was ongeveer het eerste wat de liberalen deden toen ze de sleutel van het torentje in handen kregen. Het betekende geen planning van de woningbouw, geen nieuwe woonwijken meer, geen sturing meer op het ruimtegebruik van de landbouw. En daarmee staat de afschaffing van het ministerie van Vrom symbool voor die holle staat, die niet meer het algemeen belang kan vormgeven. Letterlijk. Het staat symbool voor het uit handen geven van het stuur van de samenleving,
En het markeert ook het verschil tussen een politiek die ambitieus wil sturen en niet alleen wil bijsturen, zoals het liberale mantra luidt. Aan de andere kant, voorzitter, toont uw Holle Staat geen visie op de toekomst. Geen visie op hoe we willen dat dit land er over 40 jaar uitziet. Het liet de markt spelmaker zijn. Reduceerde zichzelf tot scheidsrechter. En bovendien stond de overheid te vaak aan de basis van onrecht. Het heeft mensen niet vertrouwd, maar gewantrouwd. Met als dieptepunten de gaswinning in Groningen en het toeslagenschandaal. En op sommige plekken is de overheid letterlijk uit Nederland verdwenen. Vooral buiten de Randstad lijkt het de deur soms stilletjes achter zich dicht te hebben getrokken. Maar laten we niet vergeten dat de overheid vaak ook stilletjes is vertrokken uit heel veel armere stadswijken. Daar waar de markt geen winst kan behalen. Het efficiëntiedenken volkomen is doorgeslagen. Maar mensen jaar in jaar uit gezien hebben hoe publieke voorzieningen verdwenen. Maar voorzitter, dat is niet altijd zo geweest. En bovenal, dat hoeft ook niet altijd zo te zijn. Uiteindelijk zijn wij allemaal voorbijgangers in de politiek. Allemaal. Soms kunnen we een zinnetje aan de geschiedenis toevoegen. In het beste geval misschien een bladzijde. En we kunnen daar bij deze politieke beschouwingen weer een nieuw stuk aan toevoegen. We moeten het stuur van de samenleving stevig in handen nemen. En daarvoor zullen we moeten bouwen aan een sterke staat. En dat is een staat die het algemeen belang weer zelf en met ambitie gaat vormgeven. Die planmatig te werk gaat. En zoals we dat ook in Europa doen, lange termijn doelen stelt. En dat betekent dat de overheid zelf de kennis in huis moet halen. Managers en directeuren moeten worden benoemd op basis van inhoudelijke kennis. Niet op basis van managementvaardigheden. Dat vraagt om een aanpassing van de algemene bestuursdienst. En die overheid die moet weer gaan plannen en organiseren. Het betekent het oude ministerie van Vrom weer in ere herstellen. Het betekent publieke taken in publieke handen brengen. Van de zorg tot de volkshuisvesting. Van het openbaar vervoer tot de energievoorziening. Ten tweede, voorzitter, een sterke staat die beschermt. Die zorgt voor zekerheid waar die ontbreekt. En ja, dat is een grote opgave. Het vraagt om zorgen voor voldoende inkomen voor iedereen. Om een woningbouw die op orde is. Om het beschermen van de natuur. En om een adequaat en rechtvaardig klimaatbeleid. En dat kunnen we allemaal niet in één keer realiseren. Maar we kunnen wel de belangrijke stappen zetten. En daarom hebben we samen met de ChristenUnie een plan voor bestaanszekerheid gepresenteerd. En we hopen daar in het parlement een meerderheid voor te vinden. En we hopen het verder uit te bouwen en aan te vullen met al die andere goede ideeën die we hier vandaag hebben gehoord. We willen het minimumloon verhogen. Dat kan gewoon. En het is echt niet meer dan fatsoenlijk in een fatsoenlijk land, in een rijk land als Nederland. En we hebben grote ambities in onze beide verkiezingsprogramma's over waar dat naartoe moet. Maar voor volgend jaar zien we een stap van 2,5% als een verantwoorde stap die nodig is om het bestaanszekerheidsniveau in Nederland op te trekken. Dat betekent ook dat we vertrouwen weer centraal moeten stellen in de sociale zekerheid. Mensen verdienen hulp in plaats van een boete als ze een formulier verkeerd invullen. Jongeren hoeven zich niet langer in de schulden te steken als ze een uitkering aanvragen. En we moeten stoppen met het korten van de uitkering van grote gezinnen, waar de armoede vaak het meest schrijnend is. En het betekent dat we publieke voorzieningen toegankelijk maken, ook als die niet winstgevend zijn. Het betekent buslijnen in stand houden, ook als ze niet altijd bomvol zitten. En het betekent dus ook dat we de bus en de trein betaalbaar houden, omdat het een publiek goed is. Voorzitter, een staat die beschermt, handelt dus ook adequaat en rechtvaardig nu er een enorme klimaatcrisis ons voortbestaan bedreigt. Het betekent nu eindelijk die onrechtvaardige fossiele subsidies afschaffen. Niet met mooie kreten, maar met een wettelijk afbouwpad. Laten we onontkoombaar in de wet vastleggen in welk jaar fossiele subsidies moeten zijn afgebouwd, zodat geen minister dit probleem nog voor zich uit kan schuiven. Dat betekent de lasten van vervuiling laten dragen door de sterkste schouders in plaats van die neer te leggen bij gewone burgers. En ik ben daarom ook blij met het voorstel van collega Henri Bontebal om privéjets zwaarder te belasten. Het betekent ook een einde maken aan de bio-industrie. Die klimaat en dierenwelzijn en natuur ondergeschikt maakt aan een voortenderende massaconsumptie en ook het land op een stikstofslot zet. En het betekent optreden als bedrijven milieuregels aan hun laars lappen, ten koste van de gezondheid van mensen,
Zoals chemiebedrijf Geen Moers in Dordrecht. En laat ik over Geen Moers duidelijk zijn, het is genoeg geweest. Sluit dat bedrijf. Er staan de gemeentes die procederen tegen Geen Moers terzijde met alle hulp die we kunnen bieden. Financieel en juridisch, zodat ze zich nooit gedwongen voelen om welke deal dan ook te moeten sluiten met dit bedrijf. Voorzitter, ik kom tot een afronding. Staat er mij toe onszelf hier een spiegel voor te houden en vooral ook mijzelf. Wat is er de afgelopen 2 jaar veel gesproken over herstel van vertrouwen? Ik heb het gevoel dat we niks anders meer doen sinds het 1 april debat. Over de nieuwe bestuurscultuur. Maar dat vraagt echt iets extra's van ons. Ik zei het al, uiteindelijk zijn we allemaal voorbijgangers in de politiek. Sommigen van ons zien elkaar terug na 22 november. Anderen gaan een ander pad op. We zijn allemaal passanten. Maar wat hier blijft bestaan zijn onze daden. Wat blijft is wat we hier met elkaar kunnen bereiken. We zijn hier in Den Haag ontzettend goed in om op de vierkante millimeter elkaar te bestrijden. En als dat ertoe leidt dat er principiële verschillen zichtbaar worden gemaakt, dan moeten we dat ook doen. Maar te vaak is het vooral bedoeld als een politiek spel. En als we echt willen afrekenen met de politiek van de onmacht, dan zullen we elkaar vooral moeten opzoeken. Ieder voor zich krijgen we hier niks gedaan, helemaal niks. Dan dreigen we onszelf te verlammen. We zullen in dit huis moeten leveren en onszelf niet tot praatzaal of papierwinkel reduceren. En ik denk dat het kan. Er tekent zich hier een nieuwe sociale meerderheid af, die zich misschien niet meer laat vangen in alleen maar links versus rechts. En ik hoop dat we op die weg door kunnen en dat we als Kamer tot elkaar kunnen komen. Want we zitten hier om zaken voor elkaar te krijgen. En dat kan niet allemaal in 1 keer. En zal ook de komende maanden veel beloofd worden in de campagne. Maar laten we nu eens beginnen met geen beloftes doen deze dagen, maar zaken. Stap voor stap, tegen het cynisme en het chagrijn in dat Den Haag ook kenmerkt. Want voorzitter, dit zijn de laatste politieke beschouwingen van Mark Rutte als premier. We kennen de beste man inmiddels aardig. Dus ik kan me zo ongeveer wel herinneren hoe dat dan morgen gaat. Dat zegt, ja, interessant, meneer Klaver had een voorstel over het minimumloon. Ja, leuk. Ja, mooi, leuk, interessant. Ik stel voor dat we wachten op het interdepartementale beleidsonderzoek dat medio 2027 komt. Nee, heel goed. Of als er wordt gezegd vliegbelasting, dan moet u zeggen, heel interessant. Ik verwijs u even naar mijn collega Rob Jetten. Dit is, Ik vind dat het aardig in de buurt komt. Ik vind dat het aardig in de buurt komt, omdat dit is waar u, ik zeg nu u tegen de minister-president via u, waar die jarenlang mee is weggekomen en het is bijna bewonderenswaardig. Maar ik vind dat we dat dit jaar niet moeten doen. Ik vind dat deze Kamer er niet moet intrappen als er wordt gezegd het kan niet. Ik weet nog heel goed hoe dat ging toen wij voorstelden dat er een prijsplafond moest komen. Toen werd dat ook gezegd, nee, maar dat kan echt niet. De Europese regels en de wetgeving en de marktverstoring en dat kan allemaal niet. Totdat we een dag voor Prinsjesdag bij de minister van Financiën werden geroepen. Dat werd gezegd, nou ja, het kan toch wel. En dat geldt voor heel veel zaken. Ik had een debat met mevrouw Hermans over het minimumloon. Kan het nou wel of kan het nou niet? Als wij zeggen dat hier iets kan, dan is bijna alles mogelijk. De vraag is alleen, zijn we bereid om de consequenties van onze keuzes te dragen? En daar zou het debat met elkaar om moeten gaan. Dus ik zou vooral willen zeggen, laten we niet te veel luisteren naar deze scheidend premier. Vind ik ook goed. De minister-president zegt buiten de microfoon neem ik morgen een dag vrij. En misschien is dat helemaal geen slecht. Ik gun het hem van harte om hier nog een keer het woord te voeren. Maar is het geen slecht idee omdat het debat niet zozeer gaat tussen ons en het kabinet. Maar hier in de Kamer samen over wat wij voor elkaar kunnen krijgen. Vanuit de gedachte, bij alles wat we voorstellen, het kon niet totdat we het deden. Dank u wel, meneer Klaver. Nog een interruptie van mevrouw Van der Plassen, BBB. Dank u wel. Ik hoorde de heer Klaver zeggen afschaffen van de bio-industrie. Nou is ongeveer 5% van, om en bij de 5% van de Nederlandse boeren en tuiners en telers is biologisch. En de rest is gangbaar. En dat is wat de heer Klaver bio-industrie noemt, is gangbare landbouw. 95% ongeveer. Dus wat de heer Klaver hier zegt is, we gaan 95% van alle veehouderij in Nederland gaan we afschaffen. En dan vraag ik me af, hoe ziet de heer Klaver dat voor zich? Want het betekent dat we tienduizenden bedrijven eigenlijk tot ongewenst en wettelijk niet meer aanwezig mogen zijn verklaren. Ja. Heer Klaver. Dat heb ik niet gezegd.
Laat ik even teruggaan naar net voor de zomer. Toen hadden we toen was er nog een missionair kabinet. Toen hadden we hier een debat over het landbouwakkoord. En ik weet nog hoe wij beide, hoe gefrustreerd we allebei waren over dat we iets wilden zorgen dat ecosysteemdiensten, een andere manier van belonen van boeren, dat we daar geen meerderheid voor konden krijgen. Want wij zijn het vaak oneens, u bent het vaak oneens met mevrouw Ouwehand. Maar dit is iets waar we van links tot rechts zeiden, dit moet je eigenlijk met elkaar doen. En wat wij voorstellen is een hele andere landbouw. Is ook dat als er andere diensten worden geleverd, bijvoorbeeld als het gaat over natuurbeheer, dat de overheid daar ook voor betaalt. En dat betekent dat er dus andere verdienmodellen bestaan en dat ik mag hopen dat die 5% een heel stuk omhoog gaat. Dat is wat wij willen. Ik weet niet over welk percentage we daar kunnen komen. Maar één ding weet ik ook, dit is de mooie kant. De andere kant is dat ik er echt van overtuigd ben dat de industriële wijze waarop wij dieren houden in Nederland onhoudbaar is. Onhoudbaar vanwege klimaatrisico's, gezondheidsrisico's, maar ook vanwege het ruimtebeslag. Als je nu ziet hoeveel landbouwgrond we gebruiken om dieren te houden, en we zien wat voor impact dit heeft op de economische ontwikkeling, bijvoorbeeld van ASML in de Brainport-regio of de woningbouw in de rest van het land, daar maak ik me daar grote zorgen over. En dan wil ik dat we daarin veranderen. Mevrouw van der Plas. De bio-industrie is gangbare veehouderij. En meestal wordt daarmee bedoeld varkenshouderij en pluimveehouderij. Die leggen juist heel weinig beslag op het landgebruik. Want die hebben, of je dat nou leuk vindt of niet, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Als ze het niet leuk vinden, kopen ze gewoon iets anders. Maar die hebben juist eigenlijk een stal met veel dieren. Gewoon binnen de wettelijke normen. Maar sommige mensen vinden 100 varkens al veel. Laat staan 1000. Die hebben juist heel weinig beslag op het grondgebruik. Dat is intensieve landbouw namelijk. Met zo weinig mogelijk grondgebruik en zo hoog mogelijke productie halen. Waardoor die grond die je dus niet gebruikt, gebruikt kan worden voor natuur of voor woningen. Want die grond blijft vrij, die is dan niet van die boer. De grond waar de heer Klaver het over heeft, dat is grond, gras, weilanden, waar koeien op grazen. Intussen is dat hier door de discussie ook onder intensief geschaard, maar dat is gewoon extensieve landbouw. Dat zijn dieren die buiten lopen. We hebben dat nooit intensief genoemd, hè, sinds een paar jaar pas. Dus die bio-industrie, waar de heer Klaver over praat, is niet... Daar zegt hij nu wat anders over. Want eigenlijk zegt de heer Klaver, de bio-industrie afschaffen betekent dat dan dat we dat daarmee gaan stoppen en dan en op een andere manier gaan boeren? Of is het zo dat we gaan werken, als de heer Klaver dat graag wil, dat hij dan graag wil werken aan een ander consumptiepatroon bijvoorbeeld? Ja. Gaat hij dan Europa daarbij betrekken? Hè? Want wij kunnen hier geen gangbare carbonades meer in de winkel willen leggen. Gaan dat vragen. Maar in België kunnen ze dat nog wel. In Duitsland kunnen ze dat nog wel. In Duitsland mag de veehouderij wel bestaan. Dus dat was mijn vraag van... Hoe ziet de heer Klaver dat dan? Want het is een leuke one-liner hoor. Afschaffen van de bio-industrie. Ja, yeah, ja, yeah, we gaan allemaal GroenLinks stemmen. Nou, dat willen wij ook. Ja. Hoe gaat dat dan? Of u de vraag snapt. Wat... Geen idee, maar ik ga antwoord geven. Oké. Okay. Ja. Voorzitter. Even heel concreet. Nee, dat ja, ik, ga, maar, ik denk dat het goed komt. Ik ga antwoorden. Nee, want, ja? Nee, maar nu zie je dat hier gewoon een hele stuk kennis ontbreekt. Want iedereen die hier uit de landbouw en de veehouderij komt, snapt mijn vraag. Die snapt mijn vraag. En nee, maar er wordt hier, voorzitter, er wordt hier plomp verloren gezegd, we gaan de bio-industrie afschaffen. We praten hier over duizenden boerenbedrijven. Ja. Meneer Klaver... Maar ik wil die zin wel even afmaken, want er wordt nu een soort van, ja, we snappen niet wat Van der Plas om het zeggen is. Nou, dan zal ik u vertellen. 95% van de veehouderijbedrijven is gangbaar. En hier wordt plomp verloren gezegd, die gaan we afschaffen. En dat betekent dat je daarover duizenden boerenbedrijven hebt die hier gewoon aan de hoogste wet en regelgeving voldoet, die gewoon produceren voor een markt. Ja. Omdat mensen dit vlees nou eenmaal kopen. Ik geef nu het woord aan de heer Klaver. En dat is mijn vraag. Hoe ziet de heer Klaver dat voor zich om die duizenden veehouderijen, ja, er is allemaal onrust in de zaal, maar onrust, snap ik wel. Dat is ook ingewikkelde materie. Gewoon duizenden bedrijven gewoon te zeggen van, we willen jou niet meer. Want dat wordt hier gezegd. Ja. Wij willen jou niet meer. Voorzitter. Dit is inderdaad vrij helder. Dit is namelijk ook de eerste vraag. Dit is de eerste vraag die mij ook werd gesteld. Ik geloof dat ik de antwoord op heb gegeven. Maar laat ik ingaan op een van de elementen die er werd genoemd. Het ging namelijk alleen maar over het landgebruik. En ik noemde eigenlijk meerdere zaken waarom ik vind dat de bio-industrie, de veeteelt zoals we die in Nederland kennen, dat onhoudbaar is. En landgebruik was er daar één van. Het gaat namelijk niet alleen over het landgebruik hier. Het gaat ook over het landgebruik wereldwijd.
over alle voedingsstoffen die er nodig zijn. De soja die wordt geproduceerd om deze dieren te voeden. En die komen misschien niet allemaal hier uit Nederland, maar die komen uit de Amazone. En de impact daarvan op de wereld is enorm groot. Daarnaast noemde ik nog twee aspecten. We kunnen wel zeggen, heel veel varkens in één stal gebruikt niet zo heel veel land, maar is wel heel slecht voor de gezondheid. Als je ziet wat er gebeurt met de luchtwegen van mensen die in de Peel wonen, hoeveel slechter die zijn dan op andere plaatsen in het land, dan maak ik mij daar zorgen over. Dus gezondheid heb ik genoemd, klimaat en landgebruik. En dat brengt mij ertoe dat ik vind dat we naar een kleinere veestapel toe moeten in Nederland. En deze elementen probeer ik nu bij elkaar te noemen. En ik probeer het expres iets ruimer te formuleren dan alleen te zeggen, er is een probleem met stikstof, dus minder dieren. Het probleem is veel groter en meer omvattend. En dan tot slot, en dat is wat ik ook hoop dat mevrouw Van der Plas heeft gehoord. Ik heb aangegeven dat ik vind dat er een transitie moet zijn in de landbouw. Dat we naar een andere manier van produceren gaan. Dat boeren met minder dieren toe kunnen. Dat als zij natuurinclusief landbouwen, dat ze daar een eerlijke prijs voor krijgen. En dat is nu niet het geval. En daarmee hoop ik dat we in Nederland meer boeren krijgen die een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen. Dat zal er heel anders uitzien dan de agrarische sector die mevrouw Van der Plas voor zich ziet. Maar dat heb ik gezegd. Tot slot mevrouw Van der Plas. Ja, kijk, de heer Klaver die slaat gewoon echt dingen plat. Van ja, de... Wilt u meekomen discussiëren? Mag. Ja, ik weet niet, nodig ze niet uit, hoor, want ze doen het. Ja. Ja. Mevrouw Van der Plas is aan het woord. En het is niet leuk om elkaar ook uit te lachen. Dus ja, van der Plas. Mag prima. Ik interesseer me echt helemaal geen biet. Ik nodig ze alleen maar even uit om mee te... Ja, als ze iets willen zeggen, dan komen ze gewoon hier. Uw vraag maar, wat mij betreft. Uw vraag aan... Ik kan ook weggaan. De heer Klaver. Nee, meneer Klaver slaat het gewoon plat. Want kijk, de BBB zegt niet, we moeten meer stallen hebben, we moeten meer vee hebben, volbak produceren. Wat ik zeg is dat er een bestaansrecht is, er is een markt. Hè, er is een markt voor gewoon scharreleieren, er is een markt voor gangbare melk. We hebben het over de voedselprijzen. Dit zijn prijzen die nu al heel hoog zijn, maar die mensen nog een beetje kunnen betalen. Zeggen van ja, in de Peel, hè, die intensieve veehouderij is slecht voor de gezondheid. De gezondheid, de luchtkwaliteit heeft meerdere factoren. Zeker. Dat heeft ook met snelwegen te maken, heeft ook met industrie te maken. Zeker. Dat heeft met alle soorten uitstoot te maken. Dus om dat dan helemaal weer op het bordje van de varkenshouderij of pluimveehouderij te leggen, van ja, dat is ook heel slecht voor de gezondheid. Varkenshouderij heeft sinds in de afgelopen 30 jaar 82% ammoniak gereduceerd, 40% fijnstof gereduceerd. 60-70% antibiotica gereduceerd. Dus daarom blijft mijn vraag overeind. Van, kijk, ik snap de achtergrond wel hoor. Ik snap ook de achtergrond van we moeten meer naar kringlooplandbouw en natuur inclusief. Hè. Althans, dat is wat GroenLinks heel graag ziet. Maar ik vind het gewoon oneerlijk om hier gewoon zo plat te zijn. We moeten af van de bio-industrie en het is slecht voor de gezondheid. En daar moeten we dus ook van af. Hè. We moeten die discussie dus breed voeren. Boeren moeten een toekomst hebben. Die moeten de mogelijkheid krijgen om door te blijven boeren. En we moeten de consument erin meenemen. En dat is put your money where your mouth is. Als u iets vindt dat het moet gebeuren, betaal daar dan ook voor. En dat kunnen heel veel mensen tegenwoordig niet. De heer Klaver. Weet je wat raar is? Dat ik het eigenlijk met heel veel dingen eens ben. Die mevrouw Van der Plas. Dus mevrouw Van der Plas reageert een beetje boos op mij. Maar ik ben het met heel veel zaken eens. En dat is ook het interessante als ik mensen moet uitleggen, hoe is het nou met mevrouw Van der Plas eigenlijk samen te werken in het parlement en hoe gaat het nou? Zeg ik, nou, dat is heel raar, maar over een aantal zaken zijn we het best wel eens. Ik vind dat zij namelijk terecht een punt maakt dat als we doen dat het stikstofprobleem alleen voortkomt uit de veeteelt in Nederland, dat dat niet waar is. En hetzelfde geldt voor gezondheidsschade en voor klimaatschade. Er zijn veel meer sectoren die daaraan bijdragen. Daar ben ik volledig met u eens. Het is niet voor niks dat wij samen optrekken en zeggen, nou, vliegveld Lelystad moet je volgens mij niet openen. En als we nog meer snelwegen willen verbreden in de buurt van natuurgebieden of de A27 bij Amelisweert, volgens mij moet je dat niet doen. Dat is precies waar we daar samen in optrekken. En als het gaat over eerlijk prijzen betalen voor producten, daar ben ik heel erg voor. Maar één ding moeten we voor waken. De prijzen in de supermarkten zijn superhoog. Maar dat komt niet doordat de boeren een te hoge prijs leveren. Dat komt door de verdraaide tussenhandel. Dus laten we niet doen alsof er een verband is tussen de prijs die boeren krijgen en wat wij in de supermarkt betalen. Was het maar zo'n feest dat we veel betaalden in de supermarkt voor onze boodschappen en dat boeren dan een eerlijke prijs voor hun producten kregen. Dat krijgen ze niet. Dat is het grote probleem. Dat wil ik graag samen met u oplossen. Maar wat mij betreft, en daar zit het verschil, wel met een veel kleinere veestapel. De heer Dassen, Volt.
Dank, voorzitter. Ik vond het mooi dat de heer Klaver het had over niks kan totdat het gedaan is. En dat zien we op veel gebieden met de fossiele subsidies. Maar we hebben het ook vaak hier in de Kamer over 116 fiscale regelingen. Die kunnen ook elke keer niet afgeschaft worden. Ja. Nou is het zo dat de inkomstenbelasting omhoog gaat, omdat we niet in staat zijn om ook hier duidelijke keuzes in te maken. Dus de eerste schijf van de inkomstenbelasting gaat omhoog. Daar worden de middeninkomens onder andere door geraakt. Nou hebben we een hele lijst met die regelingen. En volgens mij kunnen wij zelf als Kamer op dit moment bepalen welke regelingen kunnen we hier en vandaag of morgen afschaffen om te zorgen dat we die inkomstenbelasting naar beneden willen doen. Nou, zo zijn er een paar, bijvoorbeeld verstretching van lodges, dat is ongeveer 1 miljard. De sierteelt, vrijstelling van kolenbelasting, kolen voor elektriciteitsopwekking waterleidingbelasting voor de grote industrie. Volgens mij kunnen we daar zo afscheid van nemen. En ik wil vragen aan de heer Klaver of het mogelijk is dat we daar eens grondig naar kijken deze twee dagen. En of we dat dan mee kunnen nemen in dat bredere pakket van maatregelen wat we nemen. Zodat we ook kunnen zorgen dat we die inkomstenbelasting niet verhogen volgend jaar, maar dat we die juist verlagen. Ja. Heer Klaver. Een zeer terecht punt. En heer Paternotte zegt, eigenlijk moeten we met elkaar aan tafel. Ik nodig u daar graag bij uit om dit daar ook bij te betrekken en te bespreken. Welke stappen kunnen we daar al op zetten? Ja. Bijvoorbeeld om inderdaad te zorgen dat die eerste schijf van de eerste belasting, dat die niet stijgt. Lijkt me een heel goed punt. Lijkt me ook heel goed voor de koopkracht. Ik zou aan dat lijstje zelf nog willen toevoegen dat er nogal een aantal fiscale uitzonderingen zijn die vanwege belastingontwijking, waar ook een hele lijst van is, waar het kabinet zich van had voorgenomen dat te gaan terugdringen. Dat is niet gebeurd. En dat moet nu betaald worden door de inkomstenbelasting te verhogen. Ik vind dat verkeerd, dus ik zou die dan ook graag erbij meenemen. Ja, voorzitter, volgens mij zitten we dan op één lijn, want daar verwees ik ook naar dat we die ook moeten meenemen. Dus graag. Dank u wel, meneer Klaver. Dan stel ik voor dat we voor, even kijken, 10 minuten schorsen. Kan iedereen even de benen strekken en dan starten we weer stipt. Ik kijk ook, we zijn met veel mensen, maar stipt 5:30.